gemeentebestuur wil de oorspronkelijke functie van het stedelijk plein in Ruppelmonde herstellen door het herwaarderen van het Mercatorplein en zijn omgeving. De heraanleg van het Mercator-eiland is een belangrijke meerwaarde voor de toeristische aantrekkingskracht van Ruppelmonde. Gebruikt geweest als speelzone, als een open vlakte. Daar stond heel dikwijls mobieloms op. Wij moeten daar iets meer mee doen en wij moeten dat teruggeven aan de mensen van Ruppelmonde, aan de mensen van Kruidenkamp. Wij willen dat dat op een goede, landschappelijk verantwoorde manier ingericht wordt, waar het toeristisch verhaal zijn plaats daarin krijgt. Dit deelproject is dan in feite ook een project dat kadert in de volgorde die wij gekozen hebben naar verdere ontwikkeling van Ruppelmonde toe. Eerst gaan we voor kernversterkende maatregelen. Na de kernversterkende maatregelen, het centrum van Ruppelmonde en de Scheldeborden, gaan we voor verdere ontwikkeling noorden van Ruppelmonde. En pas in een volgende fase gaan we voor verdere ontwikkeling op de CNR-site. Dat is een beetje het ruimte kader waarbinnen dat eigenlijk dit project past. Een belangrijk project omdat we meer ruimte kwaliteit willen geven, ook aan Ruppelmonde, via dit deelproject. Omdat ook toeristisch heel belangrijk is. Wij zijn dan ook vertrokken vanuit een aantal visies, een aantal doelstellingen die we daar voor ogen hadden. Het zicht van Ruppelmonde naar de Schelde, we willen dat herstellen. Nog een aantal andere visies en ideeën dat we daarover ontwikkeld hebben. Maar vooral hebben wij via jury officieel vanuit de gemeente aangesteld om de ontwerpvisie te ontwikkelen. Hij is de zoon van de molenaar en ik geef Maarten graag het woord. Ik heb hier nog gewoond in Ruppelmonde zelf. Ik ben nog een jonge landschapsarchitect. Ik had er al van gedroomd toen ik aan het studeren was. En nu kwam dan die opdracht. Ik wil er echt alles aan doen om hier een fantastisch plein van te maken voor iedereen en voor heel Ruppelmonde en Kruibeke. Voor de opdracht ben ik de ruimere omgeving verder gaan bekijken. Er is een fantastische fietsroute langs de Schelde die door de natuur gaat. Als we deze route verder volgen richting Antwerpen, komen we eigenlijk in een zone terecht van Schelle en Hemikse met industrie en een onduidelijk landschap en een fietsroute die niet meer echt aanwezig is. En de bedoeling is om de mensen nu naar Ruppelmonde en naar de linkeroever te lokken en naar ons nieuwe fantastische overstromingsgebied. Ruppelmonde was historisch eigenlijk een stad en die stedelijke structuur die is nog heel duidelijk aanwezig in de Schellekeswijk. Hierbij zien we ook dat er eigenlijk heel weinig ruimte is voor privétuinen. En daarom komt het voorstel om van het eilandje een grote tuin te maken voor de bewoners van Ruppelmonde en zijn verenigingen. Het eerste ontwerpprincipe, waar we naar gaan kijken naar een beetje de transparantie, is dorpszicht op Ruppelmonde. Een heel belangrijk landschappelijk element dat hier aanwezig is, is de Schelde. En het is vooral het zicht op de Schelde dat ik eigenlijk wil benadrukken. Het voorstel is om de bestaande Scheldedijk te verbreden met een groot plateau op Sigma-hoogte, van waarop we eigenlijk een vrije uitzicht hebben over de Schelde en op het water. Van aan de Kaaimuur tot aan de CNR-lood zitten wij met de zwakste dijk van heel Kruibeke. In de nabije toekomst moet die versterkt en verbeterd worden en ook op Sigma-hoogte gebracht worden. Dus het idee hierbij is dat we de kruin van de dijk met een groot plateau gaan uitbreiden, waardoor dat er ook zicht is op het water en op de Schelde. Nu dat ze op het eilandje zitten, hebben ze geen contact met het water. En dat is nu net de definitie van een eiland, een stuk land omgeven door water. Voor de implanting van de bomen, enerzijds hebben we de bomen rondom de wal. Ik ben historisch opzoekwerk gaan doen en ik kwam dan terecht bij de Ferrariskaart. En daar zien we dat de bomen zijn geplant rondom de omwalling. Dat vond ik eigenlijk wel een heel sterk gegeven, omdat we zo die omwalling gaan benadrukken, ook in de ruimte toe. Het tweede principe, op ons verhoogd plateau naar de Schelde toe, wil ik werken met groepen van meerstammige bomen die dan een heel natuurlijk effect gaan geven, maar waarbij dat we toch de kruinen hoog genoeg willen opsnoeien, waardoor de transparantie en het zicht naar de Schelde dat vrij blijft. En als derde boomsoort zitten er met grote solitairbomen op de twee pleintjes aan de toegangen van het park. Het kan dan een linde zijn of een grote eik. Dit is dan het globaal beeld van het ontwerp. Hierop is te zien dat we verder zijn gaan kijken dan de grenzen van onze opdracht, waarbij dat we ook de kasteelhoeve en de graventoren zien als deel van het park. We hebben het deel rechts van de kasteelwal tot aan de CNR-loods er volledig bijgenomen en ook nog een groene verbinding voorzien naar het centrum van Ruppelmonde toe. De kasteelstraat zit eigenlijk al een beetje mee in onze visie.
alles wat zich bevindt tussen de Nieuwe Dijk en de Schelde, daar willen we verder werken met de huisstijl die ook in het GOG van Kruibeke wordt gebruikt. Van aan de dijk naar het centrum van Uppelmonde willen we werken met oude molenstenen en daarop een houten zitvlak dat ook comfortabel zit en dan zo de link te leggen naar de getijdenmolen. Dit is een voorbeeld van stapstenen naar het water toe. Misschien een droombeeld van hoe de havenkil er in de toekomst kan uitzien. Dat kan dan gezommen worden. Het amfitheater. Het niveau van de dijk naar het bestaande niveau nu van het eilandje wordt opgevangen met een talu. Het is dan een voorbeeld van elementen die we in die talu kunnen aanbrengen. Dus die kunnen dan gebruikt worden als speelelement, maar ook een educatieve functie. Als er dus een school komt, kunnen de kinderen daar gaan zitten en kan er een uitleg worden gegeven. Een 3D-visualisatie van de inkom van het park aan de kaaimuur, met dan het grindplein waarop we één grote solitairboom zetten en waaronder dan gepitankt kan worden of een aperitief gedronken. Dit is het onthaalplein aan de Graventoren en hierop komen informatieborden over de historiek van Uppelmonde en over de fietsroute in het nieuwe overstromingsgebied. Dus hier zien we eigenlijk vier materialen, dus asfalt, uitgewassen beton, gras of extensief beheerd gras, grind. De asfalt gaan we gebruiken als verlengde van het jaagpad in het overstromingsgebied, dus op de dijk. Alle andere verharding die op het bestaande niveau ligt van het eilandje nu, daar gaan we uitgewassen betonverharding gebruiken. En op het toegangsplein aan de Scheldekaai, waar we onze grote solitairboom planten, gaan we werken met dolomiet of een ander soort grindverharding. Op de plaatsen waar er gespeeld zal worden, zal het onderhouden worden als een speelgazon, dus wordt het kort afgereden. En de zones naar de oevers toe en naar de Schelde toe mag het gras wat langer groeien en gaan we het iets minder afrijden. Daarvoor gaan we het maaibeheer aanpassen voor een natuurlijker effect met veldbloemen. Op deze dia zien we enkele bestaande materialen, zoals de kleiklinkers. Onder de bomen als vakbeplanting zullen we met siergrassen werken. Voor de veiligheid, voor de brandweer, gaan we met een groene verharding werken die dan overgaat in het gazon. Dat zijn dan deze kasseien met een groene voeg. En het water, dat vinden we overal rondom rond terug op het eiland. Afsluiten wil ik even doen met een prachtig schilderij van Georges Seurat. Dat is eigenlijk het eerste beeld dat bij mij opkwam bij het lezen van deze opdracht. Die sfeer die ik wil creëren met dat zicht op het water. De naam van het schilderij is Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. En dat zal dan in dit geval zijn Un dimanche après-midi à l'île de Uppelmonde.